Ja, oké. En nu? Nog eens. Ja! Het is schrikken zeg, kerstballen kapot gooien. Hier zie. Hier is de vraag. En die luidt als volgt. Wat hebt u het voorbije jaar geleerd? Wat heb ik het voorbije jaar geleerd? Ik heb geleerd het voorbije jaar, vreemd genoeg, niet in het huis, maar wel met een thema waar ik in het huis mee bezig ben, namelijk landbouw. Dat boeren het heel erg moeilijk hebben in deze tijden. Ik ben in de grote vakantie enkele dagen bij een melkveehouder gaan helpen. Gaan kijken vooral, en een beetje geholpen, voeder geschept enzovoort. Maar dan denk ik altijd bij mezelf, ja, ik werk hard, ik doe veel uren. Maar als ik dat dan vergelijk met die landbouwfamilie, die werken nog veel harder. Veel moeilijke omstandigheden, moeten veel vroeger uit hun bed. En die hebben meestal op het eind van de maand een heel klein inkomen, zeker in deze tijd. En ik heb dus geleerd dat sociale problematieken veel verder reiken dan degene die we meestal kennen. In de klassieke zin van mensen met een uitkering, onder de armoedegrens enzovoort. Maar dat er ook veel andere beroepsgroepen, die wij heel erg nodig hebben, hè? Die leveren ons voedsel, onze zuivel in dat geval, dat die het heel erg moeilijk hebben. En ik heb in al mijn straffe landbouwstandpunten, sindsdien toch ook die dimensie, die sociale dimensie, die zorg voor een leefbare landbouw en lekker voedsel meegenomen.